Goedemorgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ja. En toen? Toen was het weer voetbaltime. En geen hardlooptime. Waar was ik beginnen? Nou, in ieder geval van de week onze bekerwedstrijd gehad. Juliana Baroni, eindstand 1-0. Oké, nou, dat is een goeie. Goed uitgangspunt voor vandaag. Na competitie, mogelijke promotie naar de derde divisie. Eerste stap is gezet. Vandaag, tweede stap, moeten we op mijn wens gaan winnen. Dat is helemaal mooi. Nou, dat was vorige week donderdag, of afgelopen donderdag. Vrijdag, feestje gehad. 7 tegen 7 toernooi. Achter de bar gestaan. Helemaal top. Topdag. Prima. Gisteren waren we even naar Den Bosch. Moest dochter wegbrengen, die ging naar Intens. Mooi, maken we er even een dagje van. Mevrouw en ik waren vrijdag, 4,5 jaar getrouwd. Hoezé. En met dochter afgesproken, thuiskomen, geen probleem. Ik rijd mijn vrienden mee terug, klaar. Oké. Dat was dus niet zo. Dus vannacht om een uurtje of 1:30 werden we even gebeld. Ja, ik zit hier nog steeds op mijn station te wachten. En ze komen maar niet. En dat was in Oosterwijk. Of dat papa even kon komen halen. Tuurlijk joh. Doe even. Nee, dat was niet de afspraak die goed gekomen was. Maar goed. Uiteindelijk dat je kunt natuurlijk niet zitten. Dus ga je er even heen. Maar goed. En dan hebben we het volgende stukje. Natuurlijk wil ik gaan hardlopen. Door dat akkefietje. Weet je, dan slaap ik gewoon te weinig voor een nacht. Dan ben ik een keer nadenken, we moeten vandaag natuurlijk naar Baroni. Dat is best wel een eindje rijden. We moeten rond 9:45 moesten we verzamelen. In principe, normaal gesproken, zou dat moeten kunnen. Ik had de wekker al gezet om 7 uur, dat ik om 8 uur. Of misschien wel een 15:15 al in het bos had kunnen hardlopen. Het was tenslotte maar weer, of het is tenslotte maar weer. Rondje 1. Prima weer vandaag om dat te doen. Maar ja, door dat akkefietje van gisteravond. Maar niet meer gedaan. Nee, dat was net iets te veel van het goede. Dus vandaag geen hardloop. Video, hardloopvideo, ik neem toch niet op hardloop, maar in ieder geval niet vanuit het bos dat ik dit maak. Deze ochtendpraat. Dat was nog een dingetje. Ik kwam er dus eigenlijk vorige week dinsdag pas achter dat ik de vlog van vorige week zondag niet erop heb gezet. Totaal vergeten. Hoe? Ja. Laatste competitiewedstrijd. Was niet heel veel aan. Er waren wat dingetjes. Zelfs kom ik thuis. Een beetje moe. Een beetje ditjes, datjes. Gewoon vergeten. Ja, zeggen ze wel eens, shit happens. Nou ja, dit was de shit. Dus, ik hoop dat ik vanavond, en dan niet eentje, maar twee erop knal. En in de hoop dat daar ook een goed resultaat bij heeft gezeten. Ja, hoe het ook mag zijn, sowieso de beleving in de na-competitie. Die is al heel anders. Dat merkten we donderdagavond al op het sportpark. Het was gewoon echt best druk. Ik zag niet zeggen dat het super druk was. Er had natuurlijk allemaal veel meer bij kunnen. Maar het was ten opzichte van een competitiewedstrijd gewoon echt druk. De sfeer eromheen met de fakkels. Dat was gewoon mooi. Het was gewoon leuk. En klaarblijkelijk hebben de jongens
daar ook een beetje een boost van gekregen. Want die, ja, er waren erbij, die gewoon echt, die bleven maar gaan. Oké, tweede helft kwam je op een gegeven moment 10 man te staan, stonden we wat onder druk. Maar uiteindelijk gewoon keurig netjes uitgevoetbald. Ja, zonder schade op te lopen dat je met 1-1 speelt. Het doelpunt van ons viel al redelijk vroeg. Dus ja, dat was wel een opstekertje. Ja, dan hopen we dat vandaag hier verder af te maken bij Baronie, oftewel ergens in Breda. Hoppa. En dan hebben we, als we dit overleven, verder, stel dat, dat we nou gelijk spelen, dan zijn we door. Is het Baronie 1-0, dan, ja, dan is het, ik dacht, maar dat weet ik dus niet zeker, daar komen we vanmiddag wel eventueel achter. Ik dacht dat we geen flengen hebben, maar meteen strafschoppen. Maar het zou ook nog zo kunnen zijn dat we wel flengen hebben. Dus, dan moeten we even gaan kijken. Ik weet het zo gewoon niet meer. Ik dacht dat we meteen naar strafschoppen gingen. Maar dat weet ik dus niet. Uiteindelijk gaat het erom dat dan, ja, dat dan uiteindelijk beslissing wordt genomen voor de donderdag. En dan is het al dan niet positief of negatief. En dan zullen we eind van de middag wel zien als het zover is. Dus bij deze en ja, de rest van de week, wat was er meer van de rest van de week? Ja, gewoon normaal ding. Ja, druk met werk. Ja, wie heeft niet druk met werk? Nou is het wel zo dat dat bij ons een beetje komt door personeelstekort. Eigenlijk ziek. Dus, maar we zijn aan het bezig aan het zoeken. Nieuw personeel, niet zo makkelijk aan te komen. Vooral, nou, personeel is wel aan te komen. Maar het personeel wat je nodig hebt, die verantwoordelijkheid heeft, dat en het werk wat ik doe, heb je een bepaalde ruimte en vrijheid in je tijd, in je indeling. Maar je hebt wel dingen te doen. Die moeten natuurlijk af binnen 8 uur. Binnen de 8 werkuren moet ik zeggen. Je hebt natuurlijk een uur pauze. Nou, dat is niet voor iedereen weggelegd. Om dat op die manier goed in te plannen. En in de beginfase, omdat je dan bij klanten komt waar je dingen bepaalde dingen moet gaan aanleren of proberen of uitzoeken. Waar alles ligt, staat en hoe dat het in de voorraad gaat. Dan moet je een beetje eigen maken. Dan heb je gewoon even een maandje, anderhalf of twee voor nodig. Om dat een beetje eigen te maken. En dan komt het gemak erin zitten van hoe ga ik dit plannen om mijn dag op een normaal mogelijke manier in te vullen. Zodat ik uiteindelijk zelf niet alleen maar ga, maar ook gewoon de klanten goed kunt bedienen. En dat vereist wel iets. Het lijkt allemaal heel makkelijk, het lijkt allemaal heel leuk van schone matten en wat wc-papier brengen daar en daar. En die hygiëneboxen eventjes onder handen nemen. Ja, dat klinkt allemaal heel leuk. Ja, het ziet allemaal leuk uit, een beetje ronddraaien. Ja, is het in principe ook zo. Een beetje ronddraaien. Maar er zit wel iets achter. Er zit wel een service achter. Zo moet je het eigenlijk zien. Nogmaals, we hebben al een aantal mensen een keer geprobeerd en het is niet voor iedereen weggelegd. Sommigen hebben dat en sommigen hebben het niet. En daar ligt een beetje het verschil. Om kunnen gaan met de vrijheid die je hebt, dat is dan de verantwoordelijkheid. En dat. Het zijn allemaal van die dingen waar je. Ja, waar je natuurlijk pas achterkomt op het moment dat iemand voor je gaat werken, omdat die die eigenschap bezit. Maar goed, vandaag weer speelt hij er goed mee, dat mag duidelijk zijn. Voor de rest is het afwachten vandaag. Maar dat 7 tegen 7 moet ook eigenlijk
was voor mij de eerste keer dat ik dat deed. De opzet was eigenlijk, tenminste wat ik begrepen had, eigenlijk anders. Dat Paul en ik een soort tussenbaan gingen staan, zoals we met de carnaval gedaan. Dat ze een strook hebben gemaakt waar wij tussenin staan. Wij nemen de bestelling op, geven het door aan degene achter de bar. Die maakt de bestelling klaar en geeft het gewoon weer terug. We nemen de munt in. Dat was wat ik doorkreeg dat de bedoeling was. Uiteindelijk was dat dus niet zo. Wij kwamen achter de bar te staan zelf. En hadden toen de opdracht gekregen om bekertjes te vullen met Malibu, met Bacardi en met afkorren. Zodat mensen als ze een afkorrentje ijs of afkorrentje water of een Malibu cola of whatever kunnen bestellen, dat wij die bekertjes gevuld zouden houden. Ook dat werd anders. Dat werd dus uiteindelijk, tenminste voor mij dan, gewoon. Ja joh, doe maar gewoon even tappen, biertje bij. Ja, dat was gewoon leuk. Dat was het eind gewoon leuk. De sfeer was goed, liveband was goed. Niks van te zeggen. We hebben overigens niks van de wedstrijden gezien, helemaal niks. Dus ik in ieder geval niet. Het was gewoon gezellig. En 4 uur thuis. Oh nee, sorry. 3 uur thuis, 4 uur in de bed. Zo was het ook weer. Want door al dat gedoe met geluid en zo, dan moest het ook weer een beetje verwerken. Natuurlijk van 3 uur waren we klaar om natuurlijk naar huis te rijden. Vanuit Modder en Graven. 2 minuten naar even thuis gezeten. Eventjes het geluid weer een beetje laten afkoelen. Ja, dat klinkt heel raar. Dat is een soort gevoel wat het dan geeft van eventjes rust thuis voordat ik naar bed ga. Dat is dan En toen ging ik pas om 4 uur slapen. En dan sta je gewoon even goed om 10 uur op. En dat is dan het ritme wat je hebt. Met je slaap. Goed slapen. Ik ben niet anders gewend eigenlijk. En natuurlijk, omdat je zelf nog moest rijden. Natuurlijk niet, niet kunnen drinken. Dus ja, het was echt gezellig. Het was leuk. Het was leuk. Nou, ik rijd nu bijna Malle binnen. Dus met andere woorden ben ik vlak bij het voetbal. Dus, dan ga ik bij deze eventjes afsluiten. Zou ik in ieder geval zeggen, tot de volgende zondag. Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Even drukken op die button. En dan zien we elkaar volgende week weer terug. Als ik het niet vergeet om op YouTube te knallen. Dat ik overigens ook wat vragen heb, krijg van spelers die zo af en toe dit filmpje volgen. Sommigen met regelmaat of al heel trouw. Naam noemen, ik kan iedereen opnoemen. Wel bijzonder. En ik vind het ook leuk dat ze dat doen. Al is het dan maar om dit te zien. We zien natuurlijk iedere keer dinsdag, donderdag. En dan zondag natuurlijk met voetballen en dan op de vlog. Ja, dat is gewoon leuk. Goed, dat is al niet te min. Ga ik er weer eroverheen. Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik het de volgende zondag wel weer. Ik zeg de mazzel en tot de volgende keer. Ik zeg tjoe!